Het ministerie van Openbare Werken brengt de toeleidende wegen na bij Fabi in gereedheid in verband met de opening van de nieuwe brug, de Beekhuizen. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van OW. Wip geeft aan dat de werkzaamheden zich concentreren op het kruispunt Slangenhoutstraat en van het Hogeruisstraat. Dit kruispunt moet heringericht worden in verband met de opening van de brug. De situatie is zo dat de oostelijke rijbaan van de Hogeruisstraat, dat is de rijbaan die gaat richting Latour, want die rijbaan is één rijstrook afgesloten vanwege de werkzaamheden. En het verkeer van die rijbaan wordt deels omgeleid via de Sumarubastraat. Er is een doorbraak tussen de Hogeruisstraat en de Sumarubastraat. En het verkeer dat rijdt via de linkerrijstrook, die wordt omgeleid via de Sumarubastraat naar de Slangenhoutstraat. En de andere rijstrook die vrij is, dat verkeer is bedoeld voor de vrachtwagens, de bussen. Die kunnen gewoon rechtdoor rijden. Wip zegt dat er veel verkeer over de brug nabij Fabi zal gaan. En dit verkeer komt weer op de Van het Hogeruisstraat. Daarom moeten er aanpassingen gepleegd worden die moeten leiden tot een vlotte doorstroom van het verkeer. Op het kruispunt Slangenhoutstraat en de Van het Hogeruisstraat komt in verband met de nieuwe situatie komt er ook een verkeersregelinstallatie. Komt een verkeerslicht die dan het verkeer daar in goede banen moet gaan leiden. En we zijn ook volop bezig met de voorbereidingen voor de installatie van het verkeerslicht op dat kruispunt. Wip vraagt de gemeenschap om geduld te hebben met het ongerief dat de werkzaamheden met zich meebrengt. We zullen proberen die tot een minimum te beperken. Aldus Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van OW.